Burgerparticipatie. Nou, ik weet helemaal niet wat dat is. Ik weet totaal niet wat het is. Burgerparticipatie. Emancipatie, participatie, discriminatie. Er zijn hier heel veel mensen uit de buurt die gewoon vrijwillig op die tuin hier bezig zijn. Dan vraag ik me af waarom. Nou, ik ga maar eens kijken. Goedemorgen. Wie bent u? Ik ben Jaap. En kunt u mij vertellen wat burgerparticipatie is? Nee, dat kan ik niet. We hebben hier een heel stuk grond en daar zitten wat een hele hoop burgers omheen. Daar ben ik er één van. En wij participeren als vrijwilliger in dat geheel. En waarom doet u dat? Waarom participeert u? Ik kom aan de polder. En die polder die mis ik nog steeds. En dan heb ik hier toch een klein stukje teruggevonden. Dus u bent hier dat u het gewoon leuk vindt om hier te zijn? Ja, ik vind dat hier hartstikke leuk. Wat het is, burgerparticipatie? Nou, dus deelnemen aan de gemeenschap. Ben jij nou een participerende burger? Ja. Kijk, en dat heb je hier nou elke dag. Nou, een beetje. Nou, eigenlijk heeft zij hier geopend. Ze heeft koffie gezet. Ze heeft gezorgd dat jullie hier zitten. En dat hij hier kan zitten. Dat ik hier kan zitten. Dat de honden hier kunnen komen. Ze is de hele dag plantjes in de grond aan het zetten. Ze houdt een oogje in het zeil. Ze coacht de kinderen. Dat ze een beetje leuk met elkaar omgaan. Ik ben Jeanette. Ik woon in de Gijzinglaan. Ik ben hier terechtgekomen door Jaap. Jaap die had hier koffie gedronken en toen zei hij, joh, kom ook, gaan we koffie drinken. En ik ben helemaal binnengekomen door plantjes die stonden te verpieteren in de zomer. Zij zou gewoon al voorgedragen kunnen worden voor burger van Rotterdam. Maar waarom doe je dat hier, gewoon elke dag op de tuin? Gewoon omdat ik het leuk vind. En dat anderen ja, er ook van genieten, dat is meegenomen dan.